Hallo kijkers van Shinesprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Rayman Legends. Ik ben natuurlijk weer met Jordy van de Subpar Guys. En dan gaan we dus wat leveltjes completen. Ja, en jij mag zo meteen weer joinen. Ik denk dat het gewoon te maken heeft met tijd. Dat denk ik ook. Dat is op zich niet erg. We hebben alleen niet van kerken gewisseld wat we eigenlijk wel doen. Nee. Ja. Mag ik deze ability vaker hebben? Echt, hè? Dat maakt mikken zo veel makkelijker. Wat een gezicht. Deze ability is erg leuk om te gebruiken. Ja, maar het is ook gewoon... Maar stel nee, je was aan de andere kant van level geweest, dan kan ik je zo weer overtrekken. Ja, ik had ook wel even gespiekt ondertussen. We zitten niet heel hoog. Het is echt heel laag met de 10 C's. Het valt nog wel mee. Ja, valt het mee? Ja. Oké. Als we gewoon een keer pakken wat we zien, dan is het goed toch? Ja, precies. Dan hebben we vanochtend al twee shooters gehad, nu deze en dan Kirby. Ja. Ook ze daar. Ik zit weer naar jouw kerk te kijken. Komt dat gek? Ja, dat is niet eerlijk. Deze doe ik wel even. En ja. Wee. Maar we gaan eerst even iets anders oplossen. Ja. Nion, nion, nion. Het is niet dat je character een van de specialiteiten heeft ofzo. Nee, iedereen heeft gewoon een hit. Dus ja. Zo, laten we zo'n ander character kiezen. Doe even een paar kraskaarten, misschien kunnen we iets krijgen. Je zou denken dat ik ook wat kan doen, hè? Dit is ook smerig dat ze van die lumps ook, ook achter krasloot neerzetten. Ja. Oh, we hebben dus een Raymond Origins level, dat is mooi. Ik doe dit eigenlijk niet eens vanwege de helden, maar ik hoop gewoon dat we een lump kunnen krijgen. Ja. Dat we op die manier nog even de characters... Precies. Dat we voor onszelf iets makkelijk kunnen maken. Nee, meer een wezen. Het is net zo nuttig als het krijgen van een krasslot wanneer je een krasslot hebt gedaan. Ja. Hey! Dat blijf ik wel scummy vinden hoor. Ja, als je toch gaat computer dan ja. Uiteindelijk doe je dan wat op. Ja.
Nice. En de laatste. Nou, we hebben ook nog extra character aan boord. Nou, ik weet welke jij gaat pakken. Deze. Tuurlijk. Ik ben Mario. Yep. Dat is mooi voor Rayman Origins, maar wij gaan deze kant weer op. Dat is ballen. Een gameplan. Rayman Origins is de oorspronkelijke game hiervan, ja. Oh. Legends is gewoon vervolg, maar werkt op dezelfde engine als... als dezelfde engine als Origins. Oké. Panzer in de pad. Nou, rustige wandeling zo. Oh, hebben we hem weer. Rot op. Oh. Ja, ik dacht ook aan iets anders dan. Ja. Toen was het geen gepantserde pad meer. Ja. Nou, je weet hoe het gaat. Opladen. Hou hij ingedrukt. En go. Nice. Herhaal dit 40 keer. Want die andere zit nog steeds er vast in. Nou ja, zie je hoeveel gaten deze maan heeft? 5. Zo vaak moeten we nog doen. Oké. Nice. Eén gemist. Nou ja, die hele vlog op beeld uit de pen. Yep. Hey. Oh. Ja, ze geven volgens mij 95 of 90% hoeveelheid munten die je nodig hebt voor 100%. Dus je hebt altijd nog wel genoeg over. Dit is de eindbaas van dit landje. Nou ja, eindbaas of muzieknummer. Maar je kan lachen. Oh, ja. Het is orchestrale chaos, dus je weet al, rennen. Ja, maar jij moet ook, anders... Je kan niet op looptempo doen. Kijk maar, dit gebeurt als je op looptempo doet. Je wordt al heel snel ingehaald door dat ding. Maar ik heb ook het gevoel dat dat je het niet uitmaakt als je veel snel doet, dat je dan alsnog gewoon ingehaald wordt door dat ding, zeg maar. Het is niet dat het een set snelheid is. Nee, hij rubberband ook nog, dat klopt. Nou, en ik heb ook in de gaten, het beste level heb je ondertussen al gehad. Castle Rock is het beste nummer. Ja. Oh.
Want ken je het nummer Black Betty? Nee, dat zeg ik niet. Dan laat ik het wel zo meteen naar de recording horen. Is het van Origins dan? Nee, Black Betty is gewoon een rocknummer en op basis daarvan hebben ze dat Castle Rock ding gedaan. Oh. Hetzelfde als deze, deze is ook gebaseerd op een bepaald nummer. Allebei. Ja. Dan raak ik die tientje. En zijn er al. Hartstikke mooi. Nio. Nou, hebben we alles gehad van eten van het paddenstoelenpad. Ja, nu unlock ze ook nog extra dingen, maar... Wat? Ja, hey, je moet op een of andere manier aan die 826 komen. Ja. Maar ja. Een soort time trial of zo. Maar weet je wat we eerst gaan doen? Krasloten. Met als enige nut, de enige reden wat ik bedoel is, misschien krijg je nog een leuke character ervoor. Want Rayman is hartstikke leuk, maar wat nou als je Luigi kan krijgen? Peach ga je waarschijnlijk krijgen, maar... Tintin. Dit is dan weer zonde van de tijd. Wat heb je aan die wezens? Zijn gewoon collectibles. Daarheen gaat het mij voornamelijk om, even zo'n extra lum erbij. En wat heb je bijvoorbeeld Tushio? Leuk. Nou. Dat was hem. Oké. Fiesta de los Muertos. Ja. 55 lums, dus dan weet je al van, je hebt niet heel veel lums. Hebben die lulhanden zo, ja. En nu zijn we kip. Eende dacht ik. Stond net, krijg nou eende of zoiets. Oh, kom deze weer. Hi Murphy, doei Murphy. Oh, wat? Ja, Murphy gaat nu taart eten. Parijs heeft geen praktisch nut, maar... bezig. Als het dan niet onafhankelijk was, dan is het nu wel. Met de kleur of het feit dat alle twee kippen zijn? Ja, het best wel klein zijn. Ja. Sta je klaar? Want deze gaat zo meteen vallen. Oh.
Het is ook niet dat Murphy één zet pad doet. Hè. Hij vliegt maar rond en zolang ik maar mesh is het goed. Oeps. Even hier naartoe. Ja. Het is zo als je Murphy nou kon controleren, was het was beter geweest, maar die leemt helemaal dood. En ik nu ook. Want hij blijft nu een beetje hoveren hier, hè? En pas. Wat de bedoeling is van deze mag, maakt het niet makkelijker op. Oké, dan tik ik hem rustig weer door. Zou ik langzaam zeker de toekomst in gaan. Oké, sta je klaar? Ja. Nice. Op zich wel geinig, maar het duurt te lang. Ja, dat is het. Als het beter zou werken ook. Ja. Ja, in principe is het alleen maar dingen op tijd hitten. Dat is het enige wat je met deze moet doen, maar ja. Kut! Je hebt leven! Ja, je hebt niet heel veel ruimte dus. En het helpt ook niet als ik er voorbij spring. Lekker bezig. Oké. Ook niet dat hij beweegt ook niet. Nu zegt hij ook gewoon: weet je wat, jullie krijgen allemaal wel de pleuris. Ja,
Geduld is een schone zaak, behalve als je Raymond speelt, dan mogen nucleaire wapens eruit. Heb je ooit de oorspronkelijke Rayman gespeeld? Ik heb de enige Raymans die buiten deze heb gespeeld is Rayman 3 Hoogland Heaven. Ja. En ik weet Escape. Rayman en, nee, de Rayman en de 100 levels op de computer. Dat is een hele oude game. Ah, oké. Okay. Dat was wel een leuke game, hoor. Je kan ook, als je hem googelt, dus het is best wel zo'n game die niet heel bekend is, zeg maar. Ik dacht eventjes een safe space zodat ik jou even eruit kon laten. Mm-hmm. Nee, ik heb de oorspronkelijke PlayStation gespeeld. Als je, dat is dit keer 20. Qua moeilijkheid. Ja. Je moet de controle iedere keer houden. Hoe heet die game? Gewoon Rayman. Rayman, ja. Je kan niet meer omhoog, hè? Je blijft vastzitten op deze hoogte. Fuck it, rustpunt. Don't care dat het inzakt, het is een rustpunt. Ik zal ze niet vooral zeggen. Ja. Ik ben boos. Geven, dat ligt meer aan de game dan echt anders. Nice! Oké, okay, versnellen. Hoppakee. Het gaat om het idee, hè? Nice, op een worst. En hoe heet die? Rot verwend. Het heeft niks te maken met de worst. Nee. Maar wel met komkommers en tomaten. Ja. Blijkbaar. Daar heb je. Oh, oké. Okay. Klein. Wat de fuck is dit nou weer? Klein maar fijn, hè? Het is nog onoverzichtelijker nu. En het was al onoverzichtelijk. Mm-hmm. Oh, 100%. Daar probeer ik dan nog iedere keer te komen, maar ja. Fuck it. Maar die teasen dan? Je teasen kan volgens in de hel. Nou, wat een aardig. Ik ben onaardig. Dat is waar. Dat is dan wel weer waar. Nou, daar had je teasen maar niet vast moeten komen te zitten. Het is wel erg dat deze game eigenlijk van je vereist dat je nog geen meter van je tv afzet. Ja, echt hoor, want je ziet echt helemaal geen hol. Nee, zag je maar een hol, dan kon je het nog iets beter zien. Ja, dat is ook het hele ding. Je kan hier niks aan doen, want je ziet gewoon geen kloten.
je borst. Ja. Kom eens in. Totaal bedoeld? Ja, zeker. Oh, we moeten voetbal hebben. Oh. Dat ging niet helemaal zoals voorbij. Dat ging perfect. Oh, we moeten hier die toeter pakken. Ah, nee. Oh. What the fuck. Klaar. Easy. Ja, en dit is exact Rayman voetbal. Ja. Dingen raken en hopen dat dingen te raden storten. En we zijn normaal groter geworden. Gelukkig wel, ja. Worden, dit is niks. Nog even hoor. Voilà. Oh. Ik heb een boter onder mijn voeten. Oh, één richtingsverkeer dus. Ik heb zo'n idee dat we niet aan het opschieten zijn. Nee. Nu wel. En dat is dan weer flauw, dat ze dat enemy net precies buiten je beeld neerzetten. Oké, dus zo. Oh, ja. Wat een gekut. Welkom bij de filet Amerikaan fabriek. Je kan mij niet wijsmaken dat ze niet filet Amerikaan op deze manier maken. Braden worsten? Ja, qua smaak is dat wel meteen een stuk beter. Alleen ja, je ziet er geen kut van. Kan je heel even hitten? Dank u. Nou, ik had 10 niet op de beste prestatie. Nee, maar laten we ook even heel eerlijk zijn. We zagen ook echt een paar geen ene kut. Nee, dat is ook een kut level. Ja. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vonden jullie het een fijne aflevering om naar te kijken? Doe dan alsof een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.